Tijd voor speelronde 21. Ajax-RKC. Zondagmiddag om 16:45 gaat Ajax op jacht naar de derde eredivisieoverwinning op rij. En wij beginnen zoals altijd natuurlijk met de quizvraag. Melchiot, Benny, trekt er 2-0 in. Zijn eerste goal in de competitie voor Ajax. In het centrum loert Sonk en daar is Sonk en daar is de treffer van Wesley Sonk. Zijn eerste voor Ajax. Onder meer Benny McCarthy en Wesley Sonk maakten thuis tegen RKC hun eerste doelpunt voor Ajax. Wie was de laatste Ajax-ziet die thuis tegen RKC zijn eerste doelpunt voor Ajax maakte? Is dat antwoord A, Gregory van der Wiel? Is dat B, Ryan Babel? Is dat C, Lasse Schöne? Of is dat D, Lisandro Martinez? Straks het antwoord. Afgelopen seizoen was het billen knijpen tegen de Waalwijkers. Al zou je dat na de eerste helft niet zeggen. Anthony Gravenberg doorgeven naar Anthony, terugleggen die bal. Ja, Haller. Dit is mooi uitgespeeld. Haller. Ja, de controle was prima. In de tweede helft maakt RKC al snel 2 doelpunten en stevend Ajax af op een gelijk spel. Want een paar minuten voor tijd staat het nog altijd 2-2. Toch buitenlangs. Oeh, dit is stom. Dit is stom. Oh, dit is zo stom. Een strafschop voor Ajax. Tadić schiet hem binnen. Voor een memorabele editie van Ajax-RKC gaan we 20 jaar terug in de tijd. In mei 2003 maakt Rafael van der Vaart niet 1, niet 2, maar 3 doelpunten. Nu moet RKC weer terug, want nu is de dreiging van weer een doorbraak en daar is hij, Van der Vaart. Van der Vaart voor de goal, Van der Vaart met het hoofd. Van der Vaart gaat voor 6-0 zorgen. Maar het wordt ook een beetje de avond van Hatem Trabelsi. Hij maakt namelijk zijn allereerste doelpunt voor Ajax. En wat voor een. Pina, Trabelsi. Ze is echt langs nu. Nog een man voorbij. En dan voor de goal gaan zelf. Ja. Deze week vertellen we het verhaal van Derek Boerichter. De linksbuiten speelde van 2005 tot 2007 bij Jong Ajax, maar wist daar geen potten te breken. Via Haarlem en Zwolle komt hij uiteindelijk in 2009 bij RKC Waalwijk terecht, waar hij uitgroeit tot smaakmaker. Fun fact, in zijn 2 seizoenen in Waalwijk speelt hij 2 keer tegen Ajax. En in beide wedstrijden geeft hij een assist op een eigen doelpunt van Ajax. En Blind, die verlengt hem in eigen doel. Het is gelijk in de Amsterdam Arena. Pantelis moet mee verdedigen, bal vliegt erin. Het staat 1-1 in Waalwijk. In de zomer van 2011 keert Boerichter na 2 goede seizoenen bij RKC terug in Amsterdam. En hij scoort direct bij zijn competitiedebuut. Boerichter gaat door. En hoe? Ajax op 2-1. En een week later is het weer daar. Het is zijn tweede. En ook de tegenstanders in de Champions League leren Derek Boerichter zijn naam kennen. Adan heeft de bal niet en hij gaat erin. Boerichter. Zijn allerlaatste doelpunt in dienst van Ajax is gelijk ook zijn meest belangrijke. In 2013 komt hij in de sleutelwedstrijd om de landstitel in de 75ste minuut in het veld. Paulsen maakt plaats. Opmerkelijk. En completeert Boerichter op deze manier de aanval. Boerichter, oh, die is denk ik sneller dan Pieters. Alleen Pieters die aan de verkeerde kant dekt. Sterker nog, die helemaal niets doet. Gaat zich wel beklagen bij Kuipers, maar die geeft gewoon een goal. Vervolgens vertrekt hij naar Celtic, waar hij zijn carrière afsluit. En tegenwoordig is hij weer terug bij Ajax. Bij Lucky Ajax om precies te zijn. En daar laat hij nog steeds zien over veel klassen te beschikken. Η σέντρα, σουτ πάνω στα σώματα, νέο σουτ και γκολ από τον Μπέριξτερ.
RKC Waalwijk staat in het linkerrijtje, op plek 9 om precies te zijn. De Waalwijkers hebben evenveel wedstrijden gewonnen als verloren, 6-6. En van de laatste 5 wedstrijden werd er maar eentje verloren. Ze zijn dus in vorm. Topscorer in Waalwijk is Michiel Kramer met 6 doelpunten. En om de cirkel rond te maken belanden wij bij het antwoord op de quizvraag. Want wie was de laatste Ajax-iet die thuis tegen RKC zijn eerste Ajax-doelpunt maakte? Eriksen, goed gecombineerd en een prachtige treffer. Dat is dan de bevrijding en die komt van de voet van Lasse Schöne. Zondagmiddag om 16:45 staat Ajax-RKC op het programma, waarin Ajax op jacht gaat naar de derde eredivisie-overwinning op rij.